Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is wisselend bewolkt in Nederland en met name de meeste zonneschijn in het noordwesten van het land en op de Waddeneilanden. En wat verder landinwaarts zien we wat meer wolken op de weerkaart. En daar komen lokaal ook een aantal buien voor. Ook al in de ochtend temperaturen rond 18 of 19 graden en daarbij een meest matige westenwind en in het noordwesten van het land de meeste zonneschijn. Vanmiddag klaart het dan vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen op. In het binnenland komt dan lokaal nog een enkele bui voor. En de temperatuur die loopt op naar 21 graden in het noordwesten, tot lokaal 24 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond zijn er dan afwisseling van wolken en soms ook wat opklaringen. De temperatuur die blijft nog lang wat aan de hoge kant. En rond, met rond 20 graden is het eigenlijk nogal een vrij aangename avond. Morgen schijnt de zon dan vaker en loopt het kwik flink op. Naar waarde van 22 tot lokaal 27 graden. En dat bij een matige noordwestenwind. En dinsdag en woensdag gaat er nog een schepje bovenop. Met op dinsdag maximaal van lokaal 28 of 29 graden. En woensdag zelfs opnieuw tropisch warm met 30 tot 32 graden in het binnenland. Wel neemt de kans op onweer toe. Vanaf donderdag blijft het nog wel zomers warm, Maar wordt het wel een stuk koeler. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.